Nou, ik ben vandaag te gast bij YouTubers Anouk en Nanne. Ik ga iets maken voor ze omdat ze op vakantie gaan. Dan willen ze dan iets meenemen voor naar het strand of met de picknick, wat je heel makkelijk kunt meenemen en dat je toch iets lekkers eet. Dus ik heb ervoor gekozen om een frisse tonijnwrap te maken en ik ga je laten zien hoe makkelijk dat gaat. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, in ieder geval wraps natuurlijk. Tonijn en blik met olie. Verse kruiden zoals peterselie en munt. Ui. Komkommer. IJsbergsla en een snufje zout en peper. En om het mee te nemen kun je ook nog wat bakpapier, wat folie, touwtje als je het leuk vindt. Maar wat heel belangrijk is, zijn prikkertjes. Begin met het maken van de tonijnsalade. Laat het blikje een beetje uitlekken zodat je niet te veel olie gebruikt. En breng het op smaak met een snufje zout en peper en de fijn gehakte peterselie en munt. Ui even schoonmaken en snipperen. Komkommer ook een stukje snijden en hetzelfde doe je met de IJsbergsla. Nu vul je de wraps met de tonijnsalade en de rauwkost. Als je er nou niet een kliederboel van wil maken tijdens het eten, dan moet je niet te veel beleg tussen de wraps doen. En de uiteindes, die vouw je eventjes mooi om, zodat je dus niet gaat lekken. Nou, dat is het. En die tonijn die komt uit blik en die rauwkost en zo, dat gaat ook allemaal goed. Dus je hebt eigenlijk helemaal niks nodig in de vorm van een koeltasje of zo. Maar wil je nou toch wat frisser houden? Dan kun je natuurlijk gewoon een flesje water in de vriezer stoppen en dan is dat eigenlijk je geïmproviseerde koelelement. Dan blijft hij lekker fris. Eet smakelijk. Als je het recept leuk vond, check het even in de omschrijving hieronder. Ik heb alles even uitgeschreven. En wil je nou de volgende video niet missen, abonneer je dan eventjes hier op mijn kanaal en dan zie je de volgende video ook. Hoi!